Dus, de orde begint te komen. Hallo, goedemorgen. Het is dinsdag vandaag. En ik ben echt best wel een beetje brak en nog een beetje half in slaap. Bart heeft Joel vanochtend naar school gebracht. En nou ja, vanochtend, nu net. En het is nu 8:30, dus ik ga even ontwaken in de sportschool. Dus ik knal lekker mijn muziek aan en ga ik even wakker worden met een goede training. En daarna ga ik pas echt ontbijten, douchen en de dag beginnen. Och, wat voelt dat toch lekker als je nog de hele dag voor je hebt, echt. Ik heb wel een beetje superveel stretches tussendoor gedaan, omdat ik denk dat ik vorige week niet optimaal getraind heb. Vorige week heb ik maar 2 keer yoga gedaan en 1 keer kracht. Dus vandaar dat ik maar even een tandje lager heb gedaan, maar wel gewoon echt een heerlijke training gehad. Oh ja, trouwens, ik doe niet meer elke keer heel veel van de training in de vlog, maar mocht je mijn workout routine willen zien, die ik meestal helemaal doe, dan heb ik er laatst eentje opgenomen en die zal ik even in het i'tje hierboven neerzetten. Ik heb even een after workout shake gemaakt. Tada! En wat zit erin? Havermout. En de eiwitten voor na het sporten. En deze voor het zwanger willen worden. En blauwe bessen. En een banaantje. Half banaantje. Cheers! Even lekker een broodje ei eten, ons middageten. Ja. Interessant. Moet ik boter op mijn brood smeren? Ja, ik moet toch wat plaatsen. Plaatsen? Dan heb ik ook helemaal niks te posten. Dus dan maar Bart hoe hij zijn brood smeert. Vinden jullie dat ook zo'n irritante vraag? Als je vriend aan je vraagt, waar denk je aan? Ja, hallo, als je vriendin zo zit. Oh, daarom vroeg je het. Je vraagt het heel vaak. Ja, je zit ook heel vaak zo. Oh, lig je lekker met je pootjes, Dex? Semi-nonchalant? Nee, gewoon deftig. Hallo en welkom in mijn kledingkamer. Ik ben weer eens aan het kleding opruimen, zoals heel vaak. Want, misschien weten jullie wel dat ik de laatste tijd heel veel wil gaan verkopen en opruimen en doen. Maar dan heb ik er steeds weer geen tijd voor. En vandaag had ik eindelijk weer een beetje tijd om wat kleding uit te zoeken. Dus ik heb wat kleding die ik ga verkopen. Ik heb wat kleding die ik weg ga gooien en ik heb daar wat kleding die ik nog wil bewaren. Dus dat is echt wel heel knap van mij dat ik al weer een stapje verder ben gekomen. Zo kom ik steeds weer een stukje verder tussen al deze zooi. Ja, zoals misschien jullie wel weten, ik heb heel veel kleding vanwege mijn dansbureautje die ik heb gehad. Ik heb zelf ook heel veel gewerkt als danseres. En daar heb je natuurlijk altijd allerlei styling voor nodig. En die heb ik nu allemaal over. En natuurlijk ook mijn privékleding. Dus zodoende. Maar, weten jullie nog dat ik laatst tegen jullie zei dat ik op zoek was naar een nieuwe leuke serie? Nou, nu heb ik er dus eentje gevonden. Dat is Girl Boss. You know how people flip houses? Well, I flip clothes. Boom! Dollar bills, y'all. Go ahead. Underestimate me. I've got it all. Ik ben trouwens nog niet heel ver hoor met de serie, dus ik weet niet hoe het verder gaat allemaal. Maar ik zie er wel heel erg mezelf in. Vooral in het begin hoe rebels ze is met werken voor een baas. Dat heb ik zelf ook altijd niet zo goed gekund. En ik herken mezelf daar heel erg in dat ik dan allerlei ondernemingen zoek om toch geld te verdienen. En ja, zodoende denk ik dat met deze kleding niet dat ik het per se doe om geld te verdienen. Maar het geeft mij wel wat extra motivatie om het toch weer
even iets leuker te gaan aanpakken dan wanneer ik het gewoon zo hup erop zet. En elke keer voor een tientje naar het postkantoor moet. Waarvan ik dan ook nog de verzendkosten zelf moet betalen. Dus daar schiet ik niet heel erg veel mee op. Alhoewel ik het wel leuk vind hoor. Want ik geef kleding toch een soort van tweede leven. En ik ben toch blijer wanneer ik dat doe dan wanneer ik het gewoon weggooi. Dus dat blijf ik ook gewoon doen. Maar daarnaast doe ik het dus ook nog. Ga ik het proberen op deze manier. En ik ga nu snel verder. Want ik moet ook nog 2 video's opnemen voor Lotte Lust. Dus het is allemaal hartstikke druk weer. Maar ik wou nog even zeggen dat ik het wel echt heel relaxed vind. Dat ik me ook echt fijn bij voel. Ik heb al een hele kast gewoon leeg. En dat voelt zo fijn om wat op te ruimen. Sowieso vind ik kleding opruimen echt een van de heerlijkste dingen om te doen. Ik hou echt van kleding opruimen. Ook omdat je gewoon zo'n... Ja, aan de ene kant zijn het allemaal herinneringen. Maar aan de andere kant is het ook zo lekker om op te ruimen. Zo fris, zo orde. Want als ik nou alles op orde zou hebben, dan zou me dat zoveel rust geven in mijn hoofd. Bijvoorbeeld dit. Dit soort hoeken in mijn kamer kan ik gewoon niet meer aan. Ik kan het niet meer aan. Ik wil gewoon leegte. Leegte, leegte, leegte. Helemaal natuurlijk omdat Bart en ik proberen zwanger te worden. Als we dan straks zwanger zijn, dan wil ik echt wel dat dit allemaal lekker opgeruimd is. Want dan krijgen we weer nesteldrang. Ik ga even verder. Doei. Zo, nou, het is 5:30, dus ik moet er weer Jooltje ophalen. Maar ik ben best ver gekomen. Ik heb hier verzameld wat nog op de foto moet binnenkort. En hier in deze dozen. Hier ziet het er al iets sepietjes meer opgeruimd uit dan dat het was. Dus de orde begint te komen. Maar zoals ik al zei, het gaat nog wel een tijdje duren voordat alles echt helemaal spikkespan is en geordend is. Maar beetje bij beetje wordt het steeds beter. En je hebt de kip al laten aanbranden. Normaal niet. Dit is, dat hoort zo. Oh. Dit ziet er op de camera heel donker uit. Maar dat in het echt is het niet. The food of today. Hoe was jouw dagje, joh? Goed. Ja? Zo, Bart is aan het sporten en ik ga nog even een theetje drinken, want ik ben druk bezig achter de computer. Want ik wil heel graag een soort winkelwebshop inbouwen in mijn website. Met WooCommerce ben ik dat aan het doen, een plugin op WordPress. En dan kunnen mensen wat makkelijker mijn e-book bestellen, want dat is tot nu toe altijd via een ander bedrijf weer gegaan. En dat werkt de laatste tijd niet zo goed. Dan krijg ik vaak meldingen van dat het niet goed gaat. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is wel de bedoeling dat mensen dat meteen kunnen kopen als ze dat willen. En dus ben ik daar hard mee bezig deze avond om dat te proberen. Het is altijd heel erg veel gedoe als ik dingen op mijn website wil aanpassen. Want ik ben dan eenmaal geen websitebouwer, maar ik doe wel alles zelf. Dus het is altijd een beetje proberen hier en daar. Helaas pindakaas, ik kom er niet uit vandaag. Dus morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik ga nu maar naar bed. Doei, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Tot morgen! Wat doe je hier?